En die gozer met die pet. Ik ga vandaag een schilderijtje maken. Ik wil laten zien. Ik ga berg maken en daarmee wil ik eigenlijk. Het is heel makkelijk. Want normaal gesproken, weet je, dan gebruiken ze het mesje. Of dan gebruik Bopros of zijn leraar Bill Alexander met deze nat op nat techniek het mesje. Maar je kan het ook met de kwast doen. Het is een hele makkelijke manier. Bergen gaan vaak mis om drie dingen. Of je verf is te dun, of je canvas is te nat. Of je houdt je mesje zeg maar te plat. Dan gaat er in één keer gaat er een klodder af. Olieverf. Kijk, ik ga ook geen tube kopen van 25, 30, 35 euro. Ik haal ze voor 8 euro. Je hebt ze zelfs voor 6 euro. Die van Gogh bijvoorbeeld. Ik maak geen reclame. Sterker nog, als jullie reclame in mijn filmpje zien, zeg het dan in de comments. Want dan ga ik weer sleutelen. Pas geleden was ik aan het kijken, kwam er één keer reclame. Dat wil ik helemaal niet. Want als ik YouTube aan het kijken ben, ik zie in één keer reclame, zou ik ook niet leuk vinden. Soms moet je 20 seconden wachten. Nou goed. Zeg het, hè, als je het ziet. Van Gogh is gewoon goed. Weet je, zit wel wat olie in, maar is gewoon goed. Wat je ook kan doen, als je stevige verf wil hebben, is je doet gewoon die tube op zijn kop en laat je die olie eruit lopen. Dan heb je ook stevige verf. Maar het hoeft niet, het hoeft niet. Je moet zorgen dat je canvas droog is. Je hebt een medium erop. Ik ga het laten zien, ik ga het laten zien. Ik zit weer te praten. Ik gebruik olie. Dat is die medium. Olie. Je kan lijnolie, rauwe lijnolie, met terpentijn, dan heb je ook zeg maar die liquid clear, amazing clear, magic clear. Iedereen heeft een andere benaming, maar het is gewoon terpentijn met rauwe lijnolie. Niet terpentine, terpentijn. En die liquid white, amazing white, magic white. Dus die witte medium is precies hetzelfde, alleen met witte olie verder erin. Nou, ik heb nu olie heb ik op mijn kwast gedaan. Ik ga even die palet erbij halen. Ik wil echt... Als ik niet had geloofd dat jij dit ook kon, had ik dit echt niet gedaan. Dus ik heb een heel klein beetje olie erop. En dan ga ik volop deppen. Want ik wil geen klodders in mijn kwast. En dan ga ik... Zachtjes. Dit doe ik zachtjes. Heel zachtjes. En hier druk ik wat harder, omdat de verf van mijn kwast raakt. En als je in het licht kijkt, dan zie je het ook een beetje. Dan moet je dat licht een beetje als eikpunt nemen. Zie je? Ik heb hier een plakbandje gedaan, omdat ik hier mijn horizon wil hebben. Zo. Even goed uitsmeren. En eigenlijk... Als je dit met wit doet, met die witte medium, of met olie, met een doek achteraf nog eroverheen, om het overtollige weg te halen. Bergen gaan vaak mis, omdat je schilderij gewoon te vettig is. Je verf breekt niet. En nogmaals, met acryl lukt dit ook. Maar dan heb je een of een plantenspuit nodig, met fijne nevel, waardoor je je verf spuit op je verf. Of op je canvas, zodat je ook die kleuren mooi in elkaar kan over laten lopen. Als je bijvoorbeeld wolken maakt of de reflectie in het water of noem maar op. Of je hebt een medium heb je nodig. En daar wordt jouw acryl dikker van. Dus dan kan je wel zeg maar die verf breken. Dat kan ook met de kwast hoor. Even een haartje eruit halen. Zo. Je hebt een acryl, of je hebt een verdikking ook, verdikkingsmiddel. Dus je doet het in je acryl en dan, dan wordt het dik. Dan wordt het gewoon dik en je kan het zo dik maken als dat je wil. Maar, nogmaals, acryl droogt heel erg snel, dus je moet ook best wel snel werken. Je kan ook je kwast een beetje in het water doen, aan de rand van het kopje, het overtollige eraf, in je verf en dan gaan doen. Maar als je acryl... Als je acryl gaat verven, dan kan je dus geen varkensharen of zo nemen, weet je wel? Want met deze olietechniek gebruik je gewoon zachte varkensharen. En acryl is op waterbasis.
Dus je maakt je kwasten schoon met water. En dan moet je met deze kwasten niet doen. En wat ik... Ja, ik ga heel veel praten, want ja, ik heb heel veel vragen. En ik doe het graag, joh. Ik doe het graag. Ik geef een voorbeeld. Ik heb een setje van deze. 8 waaikwasten. Voor nog geen 10 euro. Op eBay. Zachte varkensharen moet je hebben. En als je met acrylverf schildert, ja, dan kan je ook gewoon synthetische kwasten. Of ook met dierlijke haren, maar dan niet van die grote, weet je wel. Oké, ik heb het dunnetjes. Zo. Zo. Even een potje opbergen. Had ik trouwens al verteld dat ik met acryl dit gewoon helemaal blauw gemaakt. Gewoon van boven een beetje donker. Aan de horizon is het meestal lichter, dat zien we ook. Ik ga proberen een zonsondergang te maken. En die overgaat in de blauwe lucht. Vandaar dat ik deze canvas blauw heb gemaakt. Alvast. En dat kan ook terwijl je werkt hoor. Dat je gewoon op een witte canvas schildert. En dat je dan een zonsondergang maakt. Dat je dan van geel, oranje naar blauw gaat. Maar blauw mag niet geel raken, want anders krijg je een groene hemel. Oké. Pak ik het doek. En je zag het, hè? Kijk, ik kijk in het licht ook. In het licht kijk ik ook. En dan zie ik waar ik een stukje vergeten ben. En ik had zo weinig erop. Ik ga nog eens een keertje echt alles goed af. Ook horizontaal een keertje zo. Ik ga even overdreven, ja, maar dan word ik weer enthousiast en ik weet dat jij dit ook kent, joh. Even geen smoesjes. En ik snap het, hè. Kijk, ik heb in het verleden wel eens keukenrolpapier gehad en die lieten allemaal pluisjes los op mijn zwarte canvas. Ik huilde, joh. En die krijg je er bijna niet af. Nee. En dat is ook niet echt een super probleem, als je gaat schilderen dan... Oké, nou heb ik dit gedaan. Nu pak ik geel. En dan ga ik zo. Zoiets. En het meeste zie je dadelijk niet eens. Er komen bergen voor. Ik wil eigenlijk alleen maar laten zien hoe je bergen maakt op een hele makkelijke manier. Met die mes. Als je eenmaal hebt, denk je, oh, weet je wel, want als je je mesje zo houdt, komt er niks vanaf. Hou je hem te plat, komt er in één keer wat vanaf. Als jouw canvas er zit wel een medium op, maar hij is een soort van droog. Je houdt hem precies in de juiste hoek. Ja, en je houdt hem heel slapjes vast. En dat randje op je mesje, dat moet hem net raken. Dat randje moet hem net raken op de canvas. En dan kan je hem zo naar beneden laten glijden en dan zie je ook die gaten erin. Ja, van sneeuw, zal ik maar zeggen. Oké, dan ga ik in de rood, alizarin crimson, zo, dan ga ik ook hier, je ziet het ook als je olie gebruikt, dan blijven die kleuren gewoon hetzelfde, want als jij die witte medium kiest en je doet dit dan gaan die kleuren mengen met elkaar. Zo, ik heb liever een beetje oranje. Zo. Dadelijk gaan we hem nog mooi proberen te mengen. Komt goed, hoop ik. Zo. En dan gaan we nu. Zo. Zo. Ik druk zachtjes. Ik wil gewoon hier oranje hebben. En dan weer hier. Ook nog een streep. Ja, misschien waarom hier ook. Zo.
Nu pak ik het mesje. Pak ik een beetje blauw. En rood. En mengen en dan krijgen we paars. Zo. Wit erbij. Nog meer blauw. Ja, ik was voorzichtig met blauw. Want ja, dat gaat best wel. Zo, nu heb ik paars. Andere kwast. Dan kan ik die andere kwast gewoon bewaren, weet je wel, voor ja, die kleur dadelijk. Want ik moet het dadelijk nog één geheel maken. Dan hebben we paars. En een afstandje, afstandje. Nou. Heerlijk paars. Heerlijk paars. Kom ik weer met rood. Oh, en or, weet je wat? En ietsje meer geel. Zoiets. Zo. Zo. Zoiets. Zoiets. Ik druk eigenlijk en ik wrijf. Ja. Zo, ik wil dat het een beetje. Eigenlijk niet te veel proberen, niet te veel. Zo. Zo. Maak ik de onderkant een beetje zachter. Ik kan ook in zijn geheel zachtjes, heel zachtjes. Zie je? Nou wordt het mooi ook, hè? Heel zachtjes. Zo. Ik pak iets meer wit, die doe ik in paars. Dat is iets te veel, of opzij. Iets donkerder. Zo. Zo. En dan doe ik daarboven. De boven zo. En dan hier. Zo. Hier de boven doe ik ook even. Deze kan ik gewoon helemaal doen. Zo. En dan gaan we hier zo erboven. Zo. Nog een keertje afstand. Ik kan ook. Zo. Zo. Zoiets. Dan kom ik weer met geel. Zo. Ja. Een andere kwast pak ik weer. Ik kan hem ook schoonmaken hoor. Kom ik met geel. Geel. Zo.
Zo. Zoiets. Ja, ik zo. Ik ga het nu. Ja, hij is redelijk schoon. Even zo. Weer met die oranje kas. Zo. Nou, met pure geel. Vanaf de lichte kleur ga ik naar boven en dan kom ik in de donkere kleur. Het is wel mooi. Zo. Zoiets. Zo, een beetje oranjeachtig. Zo, dat onderste blauwe oranje maken. Zoiets. Ah, maar dat zie je dadelijk toch allemaal niet. Denk ik. Het meeste zie je niet. Zo, zachtjes er overheen. En dan kan je altijd nog met wit. Kan je toch maar met wit. Dan kan je altijd nog een beetje. Ik wil hem scherper hebben. Zo. Ietsje scherper. Zoiets. Hem nog. Misschien hem. Als hij van de zon afgaat, wordt het toch weer een beetje witter. Ja, niet te veel, niet te veel. Kijk, zie je? Dat is leuk, hè? Wow, wow. Het benadrukt gelijk dat het allemaal een beetje zo loopt. Oké. Okay. Kijk, ik weet dat mijn bergen dadelijk hier komen en ik wil een soort dalletje wil ik hebben. En dan is dit niet meer zichtbaar. Dus als, kijk, dan doe ik gewoon zo. Zo. Zelfs nog een beetje wit erbij. Zie je, ik doe gewoon een beetje bitter. Zo. Met deze kas. Die is groter. Zo. Nou. Ik vind dit niet mooi, hè. Zo.
Zo. Ja, ik doe dit wel, maar je ziet het dadelijk niet meer. Maar het is leuk, joh. Is leuk. Ja. Yeah. Is leuk. En kijk, als je... Even nog meer benadrukken. Zoiets. Met die kwast zachtjes eroverheen. Dit is echt een paar haartjes en wat wind. Zie je, de oog dat gelijk? Elk oog dat gelijk anders. Het is wel een hele kleur gebeuren. Oké. Okay. Nu, deze kwasten. Ik heb voor 11 euro heb ik er 8 van deze. En dan krijg je als cadeau ook nog van die penseelkwasten, weet je wel. Echt niet duur. eBay. Kijk, dit ben ik, hè. Hier wil ik omhoog. Zo. En maar dan ben ik ook klaar met de hemel. Ik moet dat. Het gaat toch om de berg, joh. Zo. Nu heb ik Alizarin Crimson. Dat doe ik hier. En ik heb gebrande sienna. Burnt sienna heet dat. Die twee die mix ik samen. Die ga ik mixen. Ik ga iets meer gebrande sienna erin doen. En olieverf hoeft niet duur te zijn, hè. Ik ga ook geen tubetjes kopen van 30, 35 euro. Ik heb olieverf tubetjes gezien voor 6 euro. Weet je wel? Maar nogmaals, joh, ik snap dat die tinnen, mensen willen niet met tinnen werken. Vooral als je boven middelbare leeftijd of middelbare leeftijd bent, of je bent nog een jong persoon, dan wil je dat je kinderen ook niet aandoen. Dan heb je altijd nog olie, verf of waterbasis. En dat werkt bijna net zo goed. Dat werkt ook goed. Oké. Okay. Dus dit heb ik gemixt. Zo. Misschien toch een heel klein beetje zwart erbij. Ook een beetje zwart. Zo zwart is ook sterk, hoor. Zie je dat meng ik? Zo. Oké. Okay. Nu ga ik met die kwasten erheen. Zo. En zeg ik, hier wil ik een top hebben hier. Hier wil ik een grote top hebben. Nog meer. Nog groter. Zoiets. Dus dit is die gebrande sienna met een beetje zwart en Alizarin Crimson. Gaan we hier naar beneden. Nou, dan gaan we even wachten. Zo. Dit is. En dan komt er hier nog één. Waarschijnlijk. Ja, hij is er al. En dan misschien hier. En dan gaat hij daarheen. Zo. Dan hebben we hier. Zo. Zo. Dan gaan we hier. Dan kijken we. Afstandje. Dan gaan we naar boven. Zo. Zo dan. Ja, waar gaat die helemaal heen, joh? Nou ja, we gaan maar gewoon. Hup, en dit gaat allemaal, wordt dit ingekleurd, zo. Nou, dan kom ik nu met een kwast. Ik pak even die grote.
Ik haal het overtollige verf haal ik eraf. Als je problemen hebt met bergen, dan is dit echt de oplossing. Ik haal het overtollige haal ik weg en je ziet het. De canvas. Die, laat, ja, die houdt alleen nog maar vast wat hij nodig heeft, zeg maar. Zo. Zo. En misschien wil je zelfs nog met een doek eroverheen. Om het nog... Maar ja, oké. Nu hebben we bergen. Kom ik met een stukje keukenpapier. En dan, kijk dan wat er nog vanaf komt. En als jij dan met je mesje komt, ja, dan gaat dat mengen met dit. En dan lukt het niet. Zie je dat? Ik haal... En kijk, dit is... Je ziet het misschien al. Zie je die bergkam al, als je dit doet. En dat kan ook dus met de kwast. Hele mooie bergen, echt waar. Zo. Ik voel wel nog... Dat die bruin is natuurlijk. Hij moet het overtollige eraf halen, zodat de volgende laag beter blijft zitten. Weet je wel? Om de berg te laten drogen, want ja, er zit ook olie in. En dan is het de volgende dag, twee dagen later, is het al redelijk droog. Zodanig droog dat het geel niet meer super mengt. Het mag wel een beetje mengen, dan kan je nog een beetje, zeg maar, ja, een beetje uitwrijven. Kijk. Hier schijnt ook de zon. Hierop, ja. En dan maak ik hem breder. Zie je dat? En die eerste. Zo naar buiten trekken. Ik haal het eraf. Dat was niet de bedoeling. Kijk, zie je? Zie je dat? Mooie bergkammen. Zo. Hier ook. Af en toe veeg je het. Dit moet je eigenlijk met twee kwasten doen, of je veegt af en toe eraf. Want bijvoorbeeld dit, zo, dat wil je niet doen met te veel verf, zeg maar, op jouw op je kwast. Zo, dan komen we bij de volgende. Zo, en die komt hier. Hierboven ook. En nu maak ik hem schoon. Weet je wat? Ik ga een andere kwast ook erbij houden. Weet je, want dit is dan een droge kwast. Zo. En laat die randje wat je hebt gemaakt, laat die erop. Kijk, zoals hier zo. Dat randje moet blijven. Want dat is die. De schittering van de zon op de berg kan. Dan komen we bij deze. Zo. Ik ben niet tevreden met deze. Kijk, doe ik ook zo. En dan veeg ik het naar achteren. En als je je berg kan kwijt bent, die gewoon weer zachtjes zo. Zo, dit is gedaan. Zo. Zo. Komen we bij de volgende. Het beste is dat je hem laat drogen, kijk. Want dan blijft die lijn die ik nu trek, die blijft dan, ja, het is beter zichtbaar. Want nu mengt het steeds. En omdat ik zie die streep wel lopen, en daarom kan ik gewoon doorgaan met
laten zien wat eigenlijk de bedoeling is. Maar ja, je ziet nu eigenlijk wat de bedoeling is. Je ziet die bergkammen. Nog een keer. Want wil ik die rand hebben. Dan doe ik een beetje een kleurtje erbij. Aan de bovenkant een beetje gelig. Daar schijnt de zon. Zoiets. Met de andere kwast. Heel zachtjes, heel zachtjes. Kijk, deze mag ook wat zachter. Kan je gewoon overheen gaan. Zie je dat? Zo. Boven schijnt. Schijnt de zon een beetje, nou ja, hij is eigenlijk hier, hè. Maar kunnen we altijd nog donker maken. Boven schijnt de zon, zegt hij. Nou. Zachter maken. Zo. Dan komen we weer met geel. En dat kleurtje erin. Andere kwast. Zoiets. Nu komen we hier weer. Zo. Dat deze een beetje rond loopt. Zoiets. En ja. Misschien. Zoiets. Zo, dan kan je daar naar binnen. Dan kan je daar naar binnen en je kan hem ook nog donkerder maken. Dan lijkt het net alsof je daar naar binnen kan. En dan hier, waarom hier ook niet? Zo. Dan kan je ook naar binnen, joh. Zo. Zie je dat? Oké, de andere kant. Of ja, kijk. Zoiets. Ja, dat slaat ook nergens op, hè. En als je het niks vindt, ga je gewoon helemaal eroverheen. Zie je dat? Zo. Is goed, joh. Andere kant. Ik doe een beetje wit erbij. Een beetje wit. Zo. Zie je? Als je wacht.
tot het droog is. Leg ik even mijn schilderspalet neer. En dan moet je hem eventjes wel eens, ja, raar vasthouden. Kijk. En let op je bergkammen. Ja, ik weet niet hoe je ze wil dat ze lopen. Zo. Dan komen we bij de volgende. Zoiets. En die trekken we eventjes overtollig eraf halen. Of die andere kwast weer. En die trekken we ook die kant op. Zie je dat? Dan heb je in ieder geval een bergkam. Kijk, dit mag wel ietsje verder doortrekken. Zoiets. Ik ga het van de zon af. En ja, dan wil je niet dat die te vuil is. En bij elke bobbeltje eigenlijk, kijk, hier heb je weer zo'n bobbel. Zie ik een soort van kans om dat weer te doen, weet je. En dan trek ik het weer naar achteren. En dan komen we hier weer. Ik wil hem toch daarin hebben. Zoiets. En dan krijgen we deze. Deze. Even wachten. En dat is mooi, hè? Want je kan gewoon, in principe kan je dit gewoon weghalen. Ik ga gewoon zo die kant op. Haal ik het die kant daarin. Zo. Zo. En dan kom ik met deze. Dan ga ik wel daar naartoe. Zo. Ja, dan doen we er toch nog een hier. Hier. Ja, ik doe deze wel gewoon zo. En hier nog een, zo. De donkere kleur. Kan je ook. Dan kom je daarna met licht. Een beetje. Zoiets. Oké, dan hebben we nu erven. Even kijken. Je kan het altijd nog nalopen, zie je dat? Dat je denkt van, hé, dat vind ik echt niet helemaal. Hier. Zie je, dan mengt het ook met dat met die kleur en dan kan je de gloed ook wat mooi maken. Maar dit kan heel goed als jouw bergen droog zijn. Ik ga een beetje geel meenemen. En naar achter trekken maar. Ook geel laten, hè. Zo.
Je weet wat de bedoeling is, hè? Deze. Nou ja, goed. Dat is eigenlijk... En als je dit nou hebt gedaan, hè? Momentje. Als je dit nou hebt gedaan en het is helemaal droog, dan kan je met je kwast ook weer zo, kan je waar de zon schijnt, kan je het net even wat feller maken. Hè. Kijk, ik ben alweer zo'n luie schilder, dan wil ik dat in één keer laten zien. Ik ben al blij dat ik de tijd had om dit te doen. Maar anders zou ik hem in twee keer moeten maken. Oké, zoiets. Deze zo, ik wil deze nog mooi. Zie je dat? Je kan zelf bepalen welke kam jij voor wil hebben. Kijk, deze kam, zie je dat? Die gaat daarheen, of misschien gaat die hierheen. Zie je, jij kan zelf kan je dat bepalen. En dat ga ik nu ook proberen. Kijk zo. Iets meer. Zie je, het is te nat, maar goed. Het is te nat en omdat ik te lui ben om te wachten. Zo, zie je, je kan gewoon spelen heel ermee. Oké. Dat is dat. Ik ga nu die tape eraf halen. En dan zit het gelijk op mijn handen. En als het op je handen zit, dan babydoekjes. Ik heb deze babydoekjes. Gewoon bij de Action. En die doen het gewoon heel goed. Zo. Dus wanneer je dit hebt gedaan, dan kan je... Kijk, dan zit ik terwijl ik zit te praten, zie ik dingen. Dan beter eventjes wachten. En dan kun je hier ook zeg maar bergkammen maken van licht. Dan lijkt het net alsof je die pad helemaal oploopt. Olie, een heel klein beetje. Ik heb een heel klein beetje op mijn kwast. Zie je, ik dep zelfs het overtollige haal ik eraf. En ik kijk in het licht waar ik ben geweest. Ik druk hier best wel hard, want de olie raakt een beetje op die kwast en dan mag je best wel wat drukken. Zo. Kijk in het licht. Je hebt maar een klein beetje nodig eigenlijk. Het gaat er gewoon om dat die verf makkelijker glijdt. En je hebt ook niet zoveel verf nodig. Het verspreidt gewoon beter. Zo. Geel. Zo. Zo. En dan kom ik met oranje.
oranje. Blauw. En blauw mag niet geel raken, want dan heb je ja, groen. Dus daar moet je echt voor oppassen. En eigenlijk, ja, het was al blauw, hè. Maar zo kan ik lekker mengen. Zo zie je ook hoe weinig olie ik heb gebruikt. Ik doe gewoon blauw, hè? Dit is gewoon blauw. Zo. Oké. Ik ga hier overheen en het is niet erg als het wat lichter wordt. Maar als ik eenmaal bij de blauwe ben geweest, moet ik niet meer teruggaan in dat geel. Zo. Ik trek het, ik haal hem gewoon weer op tijd eraf, zeg maar, weet je wel. Gewoon. Oké, nu een schone kwast. Een schone kwast. En dan wil ik eigenlijk hier. Dan wil ik het nog geel hebben. Zo. Ik kan dadelijk altijd nog dit doen. Misschien een beetje te veel. Maar kijk. Zie je dat? Zo. Een schone, droge kwast. En als je het rode wil hebben, ga ik gewoon hier weer. Dan pak ik weer rood. Weet je, ik wil het toch. Ik vind het te veel blauw. Nou, dan ga ik. Ja, we maken het aan de andere kant ook zachter. Je kan het naar beneden trekken en dan zo doen. Ja, je kan alle kanten op met olie, joh. Zo, vervagen. Zo, vervagen. Zo. Zo. Even toch nog verf eraf. Ja, maar dan is die kleur niet helemaal naar mijn zin, weet je wel. Ik wil hem gewoon iets rooier hebben hier. En aan de buitenkant. Maar olieverf is zo vergeeflijk, hè. Hier, gewoon naar binnen trekken.
Zo, die kant op, die kant op. Zo, ik hou zelfs een beetje horizontaal. Hier ook. Je neemt nu meer verf mee. Kunnen we zo iets beter? Hij mag zelfs ietsje meer naar het midden toe. Zie je, zo is die. Kom gewoon door die olie hoor, dat je zo kunt spelen. Nou, ik laat hem zo, zei hij toen hij gewoon verder ging. Ik laat hem zo. Zo. En nu ga ik proberen mist te creëren. Lang leven de babydoekjes. En dan pak ik wit. En dat ja, ik doe dat. Ik moet echt geen klonten erin. En het moet heel weinig zijn. Het moet echt heel weinig zijn. Nou, daar gaan we. Ja, het is ook nat, hè? Iets meer. Iets meer. Zie je, ik maak even wat mist. Zo. Gewoon in de wit en er mag ook gewoon van de bruin in. Zo. Iets meer wit doe ik. Kijk zo. En ik blijf gewoon doordeppen. En je wil niet één rechte lijn hebben. Misschien doe je het hier wat hoger. Weet je wel? En hier ook. Zachtjes, zachtjes, hè? Zachtjes, zachtjes. Zie je, we hebben al mist. Zo. Zoiets. En nu kom ik met oranje. En dan maak ik een paar bomen. Even een momentje. Momentje. Ik ga eerst eens een beetje een donkere kleur ga ik maken. Ik ga de silhouet van bomen ga ik maken nu. Zo. En ik laat wel die mist, die wil ik wel blijven zien. Als ik hier kom, dan wil ik toch weer een beetje lichter. En dat doe ik met een andere kwast. Zo.
brood. Zoiets, dan gaat het langzaam. Gaat het naar donker. En dan zoiets. Als het maar een beetje rood is. Nou, die andere kast. Kijk, zie je die achter? Dan heb je dat lichtere. Die moet je gewoon overslaan. Dan lijkt het net alsof er in de verte ook bosjes zijn. Ik wil deze iets roder hebben. Iets roder. Zo. Dan gaan we langzaam. Langzaam gaan we daar. Naar zwart. Zo. Oké, okay. Ik hoop dat het dat wordt. Zo. Nu, ga ik hem even snel een paar takken. Je kunt met de sleperskwast kan je dat doen, maar. Zo. Zie je? Gewoon krassen je erin. Je kan ook zo als je wil. Wat jij het makkelijkst vindt. Met sommige bomen wil je dat misschien wel. Zo. Zo. En heel veel van die zie je dadelijk niet meer. Maar sommige die komen er gewoon tussenuit en dat is mooi. Oké. Okay. En dan kom ik met een kwast die al vies is. En dan zeg ik, ik wil groen met geel. En die kwast, daar zat al zwart op. Maar als je dat met geel mengt, maar een beetje tinner. Een beetje tinner. Kijk, de kop van de kwast. Misschien wil je ook rood. Niet allemaal dezelfde kleur te zijn. Een beetje rood erin. Een beetje oker. Zoiets. Nou. Zoiets.
rood, beetje geel. Even kijken wat ik heb gemaakt. Even van een afstandje kijken. Wat. En als je verf niet blijft zitten, verdun het dan met thinner. Nee, ik doe wel. Zo. Zo. Oké. Okay. Zoiets. In de tinner. Ik haal gewoon die kwast naar mij toe en ik dep. En dan zo. En denk aan dat je die donkere plekken moeten zichtbaar zijn nog. Want dat zorgt voor dieptes. Zie je dat? Dan lijkt het net alsof je daar naar binnen kan. Ik doe dit wel met rood. Zo. Een klein beetje veel. Zo. En daarachter lijkt het zwart. Lijkt het net alsof hij... alsof je daar naar binnen kan. Zo. Iets omhoog. Ja, die kan ook zo. Zoiets. Ik vind dit bosje, vind ik, ja man, ja, waarom hier ook? Ik vind dit bosje niet mooi. Ik ging er net met zwart overheen. Je kan ook dit doen. Hier, haal twee eraf. Zie je, overtollige verf eraf halen. En kom je weer met zwart. En je doet hem opnieuw. Zie je, mooi die...
Nou, een klein beetje dunner. In de geel. In de rood. Ja, waar jij wil natuurlijk. Hou die donkere plekken erin. Zoiets. En ook weer. Hier achterin ook, in die donkere plekken is het juist mooi. Kijk hier in die donkere plekken, zie je dat? Hier boven korte, lange. Hier lijkt het net of je het naar binnen gaat. Zo. Zoiets. Zo. Ik pak bruin en zwart, dat is die gebrande amber, weet je wel. Zo, pak ik een reep en dan doe ik gewoon zo een reepje maken. Pak ik die kleur, dan ga ik er overheen zo. Is iets te fel, maar als je er nog een keer overheen gaat, dan gaat het weg. Ik vind het iets te fel. Zie je dat? Zo. Dan hebben we gewoon een soort van muurtje. Zo. Dit wordt gras. Als het goed is. Ik heb gewoon groen. Ik heb zwart met groen. Ik doe een beetje geel erbij. Zie je, het is nog wel best wel donker. Zo, nou kom ik met een donkere kleur en dan wil ik dit zwart hebben. Gewoon deppen, maakt niet uit hoe. Zoiets. Kom ik met een mesje. Zo. Kom ik weer met die kleur. Ik vond het daarnet iets te licht, maar ik hem iets donkere. Na smaak natuurlijk. En dan zachtjes eroverheen. Zo. Ik kan ook naar beneden trekken. Naar beneden is mooier. Dit trouwens erboven ook. Je kan alle kanten op. En omdat het zo lang nat blijft, kan je altijd een soort van corrigeren. Ja, een soort van een muurtje of zo. Of je kan daar ook overheen lopen wat je wil. Zo.
Zie je, als je het. Dan zit ik het te dik op te smeren. Dan kan ik het gewoon zo eraf halen. Zo. Dan kom ik met een kleurtje. En dan tik ik gewoon. Dus ik kom. En dan laat ik zwart over. En doe ik het weer. En hier doe ik het weer. En dan heb je een soort van trappetje. Naar beneden. Misschien zie je hem zo beter. Zo. En ik trek dit naar beneden. Recht naar beneden. Dit trek ik ook naar beneden. Zie je dat? Ik kan nog zelfs een beetje donker erbij doen. Zoiets. Die boom wil ik daar wat langer, maar dat is ook naar smaak, joh. Want dan zit ik daar naar te kijken. En dan ben ik er niet tevreden mee. En dan zachtjes eroverheen. En van buiten ga je altijd naar binnen. Zo. En dan kunnen we hier. Zie je dat? Hier, beter. Zo. Zoiets. En dan van buiten naar binnen. Zo. Oké, nou hebben we een trappetje. Ja, leuk joh. Zo. Ik doe hem zachtjes naar beneden. Zo. Dan komen we hier weer. Zo. Zoiets. Zo. Zie ik dat ik eerst allemaal naar beneden. Eigenlijk van boven naar beneden beginnen, want nu moet je tussendoor. Zo. Het is allemaal reflectie.
Zo, zachtjes eroverheen. Zo goed zo. Katatonkwast. In de tinner. En in de groen. En in de geel. Dat is natuurlijk ook eigen smaak. Hè? Zo. Ik geef gewoon hele zachte tikjes. Zie je, dan krijg je allemaal van die boogjes. Zo. Ja, en jij bepaalt welke kleuren. Ik ga eens met die grote. Deze heb ik van eBay. Ben benieuwd. Ja, nou ja, goed. Ook goed. Hier. Ja. Zie je, alle kleuren kan je gebruiken, joh. Zo. Hier wat gele. Misschien wat rood. Maakt niet uit, joh. En dan gaan we gras maken. En misschien... Ik ga gewoon door. Want de verf mengt met elkaar. En dadelijk... pak ik... meer geel. En wat rood. En dan... je mag het wat donkerder en dan kun je, als jij een paar keer eroverheen gaat, wordt het vanzelf donkerder. Want het mengt met die kleur onder. Zo. Ik heb die rauwe lijnolie met die terpentijn en witte olieverf, maar je kan het kant-en-klaar kopen. Liquid clear heet het, of magic clear, of... die heb ik een beetje gepakt. Ik doe een beetje blauw erin. Hier een beetje blauwig. En dan ga ik hier een waterlijntje maken. Zie je dat? Ik kras eigenlijk gewoon. Hier gaat hij naar binnen zo. Hieronder. Hier nog. Ik kras en dan ga ik langzaam zo naar beneden. Zie je, dan krijg je vanzelf dit. Hier nog. Ja. Zoiets. Oké.
Misschien hier nog eentje. Zoiets. Dan kom ik hier en dan wil ik een beetje geel erin hebben. Zie je? Een beetje gelig. Zo. Zoiets. En dan komt hier. Hier. Dat loopt ook weer helemaal kaarsrecht. Dat vind ik niet leuk. Zoiets. Zoiets. Het is goed zo. Hier misschien nog een beetje eraf. Zie, als je er overheen gaat, dan... dan gaat het vanzelf weg. Zo. Misschien is dit wel mooier. Oké. Nu, ik had net gezegd dat ik die boom niet mooi vond. Dan kan je gewoon eraf halen. En dan doe je het opnieuw. Dus dan haal ik nu de kleur van de boom haal ik weg. Zie je zo. Kom ik met zwart. En dan wil ik hem wat groter hebben, zie je dat? Ik kan hem eigenlijk nog groter maken als ik wil. Ja, natuurlijk. Het is mijn wereldje, weet je. Als jij schildert, dan... Ja, jij bepaalt. Jij bepaalt. Oké, nou ja. Dan ga ik weer krassen, want ik ben te lui om mijn sleepjes te passen. En dan loopt een boomstam en loopt er zo. En dan loopt er ook een zo. En dan loopt er hier een zo. Hier loopt er nog een. Hier. Zoiets. Ja, je mag er zoveel doen als dat je wil. Weet je, als je dadelijk de bladeren erop doet, dan ja. De meeste die zie je niet meer. Oké, en nu? Ik ga hem met rood en geel. Oké. Dus ik pak een heel klein beetje tinnen. Ik ga in de geel. En het maakt niet uit eigenlijk welke kleur. Hier, ik kan groen ook erbij doen. Dan pakken we desnoods ook er. Dus ik doe zo, drukken. En daarna de hoek, zie je de hoek, ik wil hem nog geler hebben, geen klanten, zo. En dan beneden wat donkerder. En dan misschien op die kopse kant wil je wat lichter hebben. Zie je hier. Hier. Zo, ik vind het goed zo. En nu? Kom ik me gewoon, het maakt niet uit welke kwast. Zeg ik. Hier. Yeah.
Dan loopt het pad. Leuk, hè? Er loopt gewoon een pad daar naartoe. En dan komt hij hier naartoe. En ik zal hem eventjes, hoe zeg je dat? Om het allemaal duidelijker zijn. Ik doe hem even zo. Hij gaat daarheen en dan komt hij hier naartoe. En ik doe horizontaal, echt precies horizontaal. En dan naar mij toe komen. Naar mij toe komen. Zie je dat? Ik zal aan het einde even een streepje zetten, dan weet je waar die loopt. Hier, daar gaat hij, hè? En dan hier krijgen we ook nog wat meer licht. Weet je, want waarom niet gelig? Zo. Zo. Ik hoop dat je me ziet lopen. Kijk hem gewoon. Zo. Leuk toch? En je kan hier ook een huisje maken en dan loopt dat pad langs. Maar ja, ik blijf aan de gang. In principe is die klaar zo. Hij is gewoon klaar. Zo. Ik hoop dat je het tof vond. Ja, als je dit wilt doen, hè, dan... Dan moet je de berg laten drogen. Want je zag me tobben een beetje omdat het nog nat was. Dus als je het laat drogen, de bergen, de rest kan je altijd nog maken. Je doet die tape en corrigeren kan ook nog altijd. Hè. Je hoeft niet meteen dat schilderij af te hebben. Weet je wel? Je zag het, hè. Je kan gewoon dingen weer eraf schrapen en zo. Je doet gewoon tape hier en je zegt, hey, weet je wat, ik maak gewoon die hemel. En die hemel kan je ook laten drogen. En dan doe je alvast zeg maar de omtrek, zeg maar de bergen. En dan wacht je gewoon weer. Weet je, want je kan net zo lang doen met zo'n schilderij dat jij wil. Je hoeft niet meteen af te hebben. En dan doe je die bergkammen. Dus laat de bergen eerst drogen. Of je laat de hemel drogen, doe je de bergen. Doe je de berg laten drogen, doe je de bergkammen. Weet je, dat is ja. Zo heb ik dat ook gedaan. Ik heb deze ook wel eens eerder gemaakt. En dan heb ik eerst die hemel gemaakt. En die heb ik laten drogen. En daarna met een heel klein beetje olie door mijn verf heen heb ik die bergen gemaakt. Heb ik gewacht ermee. En toen ze half droog waren of helemaal droog, toen ben ik pas die kammen gaan maken. Zo, dat effect is echt mooi. En je ziet het, hè? Dus je gaat aan de buitenkant, je trekt naar buiten en je veegt het zo naar buiten. En je gaat van binnen ga je naar buiten. En nogmaals, als je vragen hebt en kijk. En dit is het laatste wat ik doe, daar kap ik ermee. Kijk, zie je? Allemaal van die dingen. Zie ik, het wordt allemaal weer verdiept en als ze dichtbij zijn, dan zijn ze groter. Hier door het water heen. Hier, hup, langs de kant. Hier, kleiner, groter. Hier, nog groter. Omdat ze dichtbij zijn. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk dat je op mijn filmpje hebt geklikt.
Abonneer en nogmaals, als je vragen hebt, zet het onder het filmpje. Dat is goed voor het algoritme, want dan kom ik ook bij anderen zeg maar, tevoorschijn. En mocht je nou reclame in mijn filmpje tegenkomen, zeg het gewoon. Weet je wat zeg het? Ik heb het een paar keer uitgezet en in één keer deed ik het weer. En bij een heleboel geeft hij geen reclame en bij sommigen weer wel. Dus ik snap het niet. Ik hoop dat hij nu ook dat hij nu echt uit is. Ik vond het nogmaals tof dat je erbij was en ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Dankjewel. Hoi.